De derde dinsdag van september staat traditiegetrouw in het teken van hoedjes, de troonrede en het koffertje. Stonden er in Den Haag al sinds het ochtendgloren fans van het Koningshuis te wachten om een glimp van de koets op te vangen? In Dordrecht verzamelde een andere groep zich voor dag en dauw bij de kerk van Evangelische Gemeente Jozua voor het Prinsjesdag ontbijt. Ja, Prinsjesdag ontbijt is eigenlijk een ontmoeting, hè, in de breedste zin van het woord, van een heleboel mensen die hier in Dordrecht hun verantwoordelijkheid nemen, met name in kerken, politiek. Dus ja, dat is toch zeer waardevol om dat zo met elkaar in te vullen. En eten verbindt, hè? Dat is altijd zo, al is het heel vroeg. Het ontbijt werd geopend met een lezing van Mirjam Muis, raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Molenlanden en werkzaam bij het Leger des Heils. Zij deelde haar eigen ervaringen en gaf de deelnemers 5 vragen mee om tijdens het ontbijt te bespreken. Dat ontbijt staat dit jaar overigens in het teken van het overbruggen van kloven in de samenleving. Dat waren inderdaad vragen waar je nog lang op kunt kauwen, waar je op kunt reflecteren. En juist dat vind ik dus heel belangrijk, omdat ik, en dat merkte ik ook wel bij mij aan tafel, juist dat is ook heel erg moeilijk. En ik vind het juist heel erg belangrijk als het gaat over verschillen en over kloven die in de samenleving zijn, dat je heel goed weet wie je zelf bent. Want als je weet wie je zelf bent, dan kun je ook ruimte geven aan een ander. En dan hoef je je niet bedreigd te voelen in je eigen bestaan. Het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt is een initiatief van Platform Dordtse Kerken en functioneert als een laagdrempelig ontmoetingsmoment waar het bedrijfsleven, de lokale politiek en maatschappelijke stichtingen samenkomen om over sociale problemen te praten. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om dit soort gesprekken te blijven voeren. Als je in je eigen bubbel zit, thuis, met je eigen omgeving, kom je niet altijd tot dit soort gesprekken. En we worden vanochtend door Mirjam ook echt uitgedaagd, een beetje een ongemakkelijk gesprek. Wordt gereflecteerd op jezelf. Wie ben jij en welke kant van die kloof sta jij? In hoeverre ben jij bereid om die kloof te overbruggen naar die ander in de samenleving? Ook hier in Dordrecht, die misschien totaal anders is dan jij en dan jij gewend bent. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk is om dat te blijven doen. Ja. Wat vond je van de lezing? Ja, heel goed. Vond ik wel confronterend. Dus echt een beetje een spiegel die je werd voorgehouden. Om na te denken, welk oordeel heb jij naar die ander die misschien anders is als dat jij bent? En waarom doe je dat en hoe overbrug je dat? Ik vond dat een prikkelend begin van deze Prinsjesdag. Ook de hersenen van Deborah en Sheila zijn door de goede gesprekken geprikkeld. Zij zijn van Stichting Debsters, die zich inzet voor minimagezinnen in Dordrecht. Gezinnen die de eerder genoemde kloof aan den lijve ondervinden. Nee, ja, ik vind het heel waardevol, maar met name ook dat je even bidt met elkaar. En dat je even een moment hebt om stil te staan bij een tekst uit de Bijbel. En dat je heel eventjes met elkaar voelt, waar staan we nu, waar willen we naartoe? En dat je een stukje meekrijgt om over na te denken, een stukje bezinning. Ja. Hoe stel ik mezelf op en wat is mijn eigen houding en wat kan ik zelf doen om mensen tegemoet te komen? Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want die verbinding zijn onze mensen, hè, de mensen die bij Debsters komen, heel erg kwijt. Ja. Of de gesprekken aan de ontbijttafel uiteindelijk terug te zien zullen zijn in gemeentelijk beleid, moet nog blijken. Voor de deelnemers is één ding duidelijk, zo'n gezamenlijk maatschappelijk ontbijt, dat mag er vaker komen. Ik zou zeggen 4 keer per jaar, 1 keer per kwartaal. Eén keer per kwartaal? Ja. Is goed.